niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. Geloof in u, Heer Jezus, geboren uit de maagd, in gezond van God, die mens werd zoals wij. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vrede zij u. Wij willen u allen van harte welkom heten vanochtend met ons verbonden thuis vanuit hier onze dekenale Sint Dionysiuskerk in Schinnen. In het bijzonder willen we welkom heten onze bisschop, de bisschop van Roermond, monseigneur Harry Smeets. Fijn dat u bij ons bent om met ons hier, voor alle mensen die via de televisie met ons verbonden zijn, de Heilige Mis te vieren op deze vierde zondag van Pasen, de Roepingenzondag. In deze Heilige Mis willen we in het bijzonder bidden als 6-weken-dienst voor Joep Alser en willen we bidden als 6-weken-dienst voor Leni Stams Hoebe. Hun dierbaren, hun familie, daarmee willen we ons ook bijzonder verbonden voelen via de televisie. Graag nodigen we de bisschop uit om deze Roepingenzondag samen met ons te vieren. Als mensen worden we geroepen, maar niet altijd antwoorden op Gods stem. Voor de keren dat we in gebreken bleven, vragen we om vergeving in het bidden van de schuldbelijdenis. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God, de Vader. Amen. Laten we bidden. Almachtige eeuwige God, leid ons op de weg naar de eeuwige vreugde. Geef dat de kleine kudde de herder daarheen mag volgen waar deze machtig en groot is voorgegaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
uit de Handelingen der Apostelen. Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de 11 naar voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten. Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan dat God, die Jezus, die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt. Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? Petrus gaf hen ten antwoord: bekeert u en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook. Zovelen de Heer onze God zal roepen. Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af en hij vermaande hen: red u uit dit ontaarde geslacht. Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten. Zo spreekt de Heer. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan, en in zijn mond is geen bedrog gevonden. En als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. Zo spreekt de Heer. Alleluia, alleluia.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen. Integendeel, ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Tot zover deze lezing uit het Evangelie, zo spreekt de Heer. Wij danken. Wat hebben premier Rutte, de Engelse prime minister Johnson en de bondskanselier Merkel met elkaar gemeen? Een aantal zaken, maar eentje steekt er bovenuit. Ze hebben in hun functie nog nooit zoveel vertrouwen gehad van de bevolking als in de laatste twee maanden. In tijden van crisis schaart de publieke opinie zich achter het gezag. Op deze zondag, de zondag van de Goede Herder, de zondag waarin herderschap, waarin leiderschap centraal staat, zou je kunnen zeggen, als het gaat over Nederland, zelden werd er zo weinig gemekkerd in ons land als in de afgelopen weken. Zelden werd het gezag van de burgerlijke overheid over ons zo aanvaard als nu. We zijn één kudde die achter de herder aangaat, om in de woorden van het evangelie te blijven. Deel uitmaken van een kudde die achter een herder aanschokt, dat is normaal gesproken voor ons als toch wat vrijgevochten Nederlanders maar een beeld van niks. Alsof we zelf niet zouden weten wat we moeten doen. Alsof we zelf niet zouden weten wat goed voor ons is. Maar toch, het blijkt dat in tijden van crisis of gevaar ons probleemloos schikken naar de aanwijzingen van de leider. Van een krachtige herder die verstandig overkomt. Eentje die weet wat we te doen en te laten hebben. Handen wassen, thuisblijven, u kent het verhaal. En het lijkt te werken ook. Maar we hoeven ons verder geen oordeel te vormen over de vraag of die wereldse leiders van ons het goed doen, maar op die zondag de Goede Herder mogen we ons wel afvragen, wat is nou
eigenlijk in de ogen van Jezus een goede leider, een goede herder? Wat maakt een leider tot een goede herder? En als we dan gaan lezen in het evangelie van vandaag, dan is die stem van de goede herder niet meteen eentje die zegt welke kant het uit moet, maar, zoals we horen in het evangelie, de herder is degene die eerst zijn schapen bij naam noemt, bij naam kent en roept om ze naar buiten te leiden. Dat is het eerste voor een herder, dat hij zijn schapen kent. Bij naam. En een naam is toch wat bijzonders, blijft iets bijzonders. In Nederland is het goed gebruikt dat voor de geboorte van een kind er heel lang wordt nagedacht over wat de naam gaat worden. En vervolgens dat er ook, als er zolang dat die pas bekend wordt gemaakt, na de geboorte. Niet al weken of maanden van tevoren, we krijgen een dochtertje en we gaan ze Janne noemen, ik noem maar wat. Maar pas lang erover nadenken en pas als het kind geboren is, horen we het. En dat is ook goed, want met die naam worden we een leven lang gekend. Met die naam zijn we gedoopt. Mensen kennen ons bij naam, Christus kent ons bij naam. We zijn geen anonieme burgerservice nummers met een digicode. In Gods kudde ben je geen nummer, maar je hebt een naam. Je bent iemand. Je bent door God gekend. En dat is dus wat de goede herder in het evangelie doet. Hij roept de schapen bij hun naam. Maar andersom ook, de schapen kennen de stem van de herder. Ze vertrouwen het dat hij goed met hen voor heeft. Geloven is niet willoos en dom een lijstje waarheden of dogma's onderschrijven of achter een zogenaamd sterke spirituele leider aanlopen, maar geloven is in je hart, in je leven, Gods stem kennen, herkennen, ervaren en aanvoelen ten diepste dat je die kunt vertrouwen. Dat je ook zonder wetenschappelijke zekerheid weet en hij heeft het goed met ons voor. Geloven is weten met de zekerheid van het hart dat er een waarheid is die groter is dan de kleinmenselijke. Dat er een herder is die beter de weg door het leven met een kleine letter en naar het leven met een hoofdletter kent dan wij dat zelf doen. Want we zijn als mensen toch, ook al willen we het niet altijd graag horen, in sommige opzichten schapen. We denken dat we de weg naar een goed leven kennen, maar elke herder zal je kunnen vertellen dat als je schapen helemaal vrij laat rondlopen, dat ze dan alleen maar bekende wegen gaan. Dat ze denken dat ze weten wat goed voor hen is, maar uiteindelijk zullen ze over platgetreden paden en op kaalgevreten plekken lopen, waar te veel beesten al te lang komen, met als gevolg dat ze onder voet raken en ziektes oplopen. We roepen graag en gauw dat we zelf wel weten welke route dat we te gaan hebben, maar toch zijn we ook ineens het spoor bijster. We dachten tot een aantal weken geleden tamelijk algemeen dat steeds meer, steeds sneller, steeds verder, dat dat ons leven zou brengen. Zo vervullen. Maar de ruststand waarin we de laatste weken gedrongen zijn, doet ons eigenlijk toch ook weer de ogen opengaan voor andere en grotere, voor diepere waarden. Laat ook onze oren weer opengaan voor de stem van de goede herder, die ons laat merken dat we niet zozeer steeds meer, heftiger, langer prikkels nodig hebben om echt te kunnen leven, maar dat weten dat we gekend zijn. Horen dat hij onze naam met liefde spreekt, dat dat genoeg is om de diepte van ons mens zijn te ervaren. De stem van de goede herder. Die te horen, die te volgen. Dat geeft leven. Leven in overvloed. Amen.
beleiden we, als het kan, staande ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Bidden we dan met vertrouwen tot God onze Vader, dat de goede herder ons kent en ons bidden zal horen. Bidden we voor onze katholieke kerk, dat de goede herder haar mag leiden door deze tijd. Laat ons bidden. Heer onze God, we bidden u, verhoor ons. Voor roepingen tot het priesterschap, dat de persoon van Jezus Christus jonge mannen mag aanspreken om hun leven in zijn dienst te stellen. Laat ons bidden. Heer onze God, we bidden u, verhoor ons. Voor roepingen tot het diaconaat, om mannen die Christus willen volgen in zijn liefde en zorg voor de medemens. Laat ons bidden. En zo God, wij bidden u, verhoor ons. Voor roepingen tot het Godgewijde leven, voor de orden en congregaties, zoals we die van ouds kennen, en voor alle nieuwe bewegingen in de kerk, om jonge vrouwen en mannen die Christus totaal willen navolgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij om mensen die zich geroepen voelen om Jezus Christus te verkondigen als catechist of als medewerker in de parochie. Om mensen die ons de vreugde van het evangelie willen brengen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we voor de intenties van deze heilige mis, die we aan God opdragen vanochtend als 6 wekendienst voor Joep Alser en tevens als jaardienst voor Mia Alser Swinkels. Als 6 wekendienst voor Leni Stams Hoebe, voor Mai Passage, voor Jaan Bakker Stevens vanwege de verjaardag, voor de overleden zusters en familieleden van de zusters onder de bogen. Ter ere van het Heilig Hart, voor Ton en Cor Krijnen. Als jaardienst voor Jo en José Ritsen Bruls. Voor de levende en overleden familieleden van de familie van den Elzen Langens. Als jaardienst voor Tini Buizen. Als gestichte jaardienst voor Nelly van den Munkhof Voermans en voor Pierre van den Munkhof. Dat we al onze dierbaren mogen toevertrouwen aan de zorg en de liefde die de eeuwige herder voor zijn mensen heeft. Laat ons bidden. Heer onze God, en hoor ons bidden, schenk ons uw genade. Laat ons in uw woord uw aanwezigheid ervaren, in uw sacrament gevoed worden door Christus onze Heer. Ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij.
Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer de offer uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van deze Heerlijke Kerk. Heer, in deze gave gedenken wij uw Zoon, de goede herder die voor ons zijn leven heeft gegeven. Laat Hij ons voorgaan in deze Eucharistie en ons voeren naar de bronnen van het eeuwig leven, Hij die met u leeft in eeuwigheid. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in de hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien we uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijde, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem dan eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood, de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Harry, zijn hulpbisschop Everard en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degene die een bijzondere plaats in ons hart innemen. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Met uw geest. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
laten weten. Goede herder, zie naar ons om, we zijn uw kudde, wil de schapen die ge hebt vrijgekocht met het kostbaar bloed van uw zoon een plaats geven in uw eeuwige weide door Christus onze Heer. Korte mededeling, morgenavond om 7 uur kunt u via dezezelfde regionale tv-zender Zo Nieuws de gebedsdienst volgen bij gelegenheid van de dodenherdenking. En daarin zal ook een woordje gesproken worden door onze burgemeester. Dank aan onze bisschop dat u bij ons was, dat u via de tv met ons verbonden was en voor u allen nog een mooie zondag. Graag willen we de bisschop vragen om ons te zegenen. Hartelijk dank dat ik vandaag hier mocht zijn om deze toch wat bijzondere wijze de Eucharistie te vieren. In december ben ik hier geweest. En toen zat de kerk vol en ik heb nu ook echt wel gevierd met de gedachte van de verbondenheid naar de andere kant van de lens toe, moet ik zeggen. En het zal de volgende keer hopelijk weer een echt weerzien zijn, maar voor nu dank en een mooie zondag onder Gods zegen. De Heer zij met u. De naam van de Heer zij gezegend. Onze hulp is in de naam van de Heer. Zegen ons de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. En gaan we dan heen in vrede.